Ik ben trots op mezelf. Ik wil mijn familie trots maken. Ik wil mijn moeder trots maken. Ik wil mijn vader trots maken. Mensen om me heen trots maken. Ik wil mensen trots maken door hard te werken. Want als je hard werkt, bereik je veel. Je benen moeten dicht. Benen dicht? Zo. Oké. Zo. En handen naast je lijf. Oké. En serieus kijken. Oké. Ja. En moet ik uitbundig zijn nu? Ja. Oké. Maar als ik uitbundig ben, dan wil ik juist zo staan. Mag ik dan zo staan? Nee. Nee? Oké. We draaien. Christy. Hi. Hi. Hoe vond je het net om te regisseren? Heel erg leuk. Ja? Ja. Was het gek dat ik jouw gedicht voorlas? Of voor... Ik las hem niet voor, maar ik speelde hem. Eigenlijk niet. Nee? Nee. Vertel eens. Het was juist leuk. Want het voelde alsof jij iemand nodig had. Ja, sorry. Ja. Dus je vond het fijn om mij te hulp te schieten. Of in ieder geval... mij wat bij te leren, ja. Aan te sturen. Heb je dat altijd al gekund? Of gewild of gevoeld? Gevoeld wel, ja. Oké. Okay. Nee. Je zegt, het moet uit je hoofd komen. Zelfde emotie? Moet ik zenuwachtig zijn? Oké. Okay. Zenuwachtig, niet te veel lachen. Wat nog meer? Een beetje sneller, want deze keer ging je... echt langzaam. Oké, okay. Dat is een beetje monotoom. Ja. Zenuwachtig. Niet te veel lachen, harder praten. Het begon allemaal dat ik een fan werd van de Koreaanse boyband. BTS. En die hebben mij geleerd van hou van jezelf. En wees trots op wie je bent. Ja. Weten wat je wilt is moeilijk. Maar weten wat je bent is een stuk makkelijker. Ja. Want dan ben je ook trots op jezelf. Dan ga je niet op andere mensen letten. Niemand boeit je. Je leeft gewoon je leven. Zo. Ik ben trots op mezelf. Ik wil mijn familie trots maken. En ik wil ook mijn moeder trots maken. Ik wil mijn vader trots maken. Ik wil iedereen om me heen trots maken. Blij. Ik ben trots op mezelf. Oh ja, en ik wil mijn familie trots maken. Te blij, boos. Ik ben trots op mezelf. Ik wil iedereen om me heen trots maken. Ik ben gewoon heel trots op mezelf, ja. Mij. Weet je waarom? Omdat ik hard werk. Daarom. Moet ik laag? Of moet ik hoog? Ja, maar ik wil heel trots zijn op mezelf. Ja. Ik wil mijn vader trots maken. Ik wil mensen laten zien, als je hard werkt, bereik je veel. Nu bedroefd. Ik wil mijn vader trots maken. Want als je hard werkt, bereik je veel. Je wilt huilen. Zeg het maar. Ik wil niet huilen. Wil je wel? Nee, ik wil niet huilen. Oké, okay, bang. Nu bang. Nee, maar hoe voelde jij je toen je dit schreef? Wat kwam er bij jou naar boven? Trots. Trots? Ja. Zal ik hem dan één keer trots doen? Jij hebt het over trots voor jongeren, toch? Ja. Waarom specifiek jongeren? Wat ik heb gemerkt is dat vooral jonge kinderen die volgen anderen. Die kijken naar anderen wat die doen. En dan willen ze dat ook doen. En soms durven ze ook niks te zeggen. En dat ik vind dat ze dat moeten doen. En leren ook. Ik ben trots op mezelf. Ik ben trots op mezelf. Ik wil mijn familie trots maken. Ik wil mijn familie trots maken. Mijn moeder trots maken. Trots maken. Mijn vader trots maken. Trots maken. Mensen om me heen trots maken. Ik wil mensen trots maken door hard te werken. Als je hard werkt, bereik je veel. Het was echt goed. Echt goed. Ik voelde hem. Mag ik nu knuffel? Ja, kom maar. Hou je maar. Dankjewel.